Triemstra op Vreeswijk. En de verdediging van Weert moet nu extra scherp zijn. En Donar aan zijn kant, we hoorden Glenn Pinos zeggen, moet het nu uitmaken eigenlijk. Nu afmaken en de tegenstander niet meer in de wedstrijd laten komen. Donar loopt weer naar verschil van 12 punten. 70-82. 4 minuut 10 op de klok. Duivelshof. Duivelshof met de hulp van John Smith. Maar dan moet dat er wel in natuurlijk. En Donar krijgt op die manier alleen maar de kans om de voorsprong uit te bouwen. Triemstra. Vreeswijk ver naar buiten. Veit Herbe. Stevig verdedigd door Ad Schepers. En de tik van Chambers tegen Donald Thomas. Boom. Echt een fout. 3 minuut 44 nog. En de fout van Chambers. En twee vrije worpen dan weer voor Donald Thomas. Om het verschil weer uit te bouwen. Het is nu 12. Donald Thomas, puntje erbij. Oké, final. En als hij deze erin gooit, wordt het zijn 30ste van deze wedstrijd. Het verschil dus 14 punten en dan wordt het een hele zware klus voor de thuisploeg. Iets meer dan 3,5 minuut en 14 punten achter. Nou, als je wat wil laten zien, moet je het nu laten zien. Chambers, keihard erin. En de press van de thuisploeg. Schepers op Veit Herbe om te proberen die aanval van de Groningers zo vroeg mogelijk af te breken. Maar Veit Herbe komt wel veilig aan de overkant. Donald Thomas. Weert moet nu echt de ballen af gaan pakken. En anders speelt Donar een gewonnen wedstrijd. Donald Thomas, Chambers probeert het. En tot zijn ongenoegen geeft de scheidsrechter de bal aan de Groningers. En vervolgens een time-out voor Weert en Jelle Esveld. We gaan meeluisteren wat hij denkt te doen aan de laatste 3 minuten die nu nog op het bord staan. 72-84. Yeah. For defense, we try to pressure them. Last 3 minutes. Yeah, so play in full court. See if we can get the steal. Out of a score. Yeah. Play in front of them. Over here. You might switch it. Yeah. And one man in the back. See, if they take it in, the last half is us. Over here. Yeah, make sure you have good defensive position. If they bring it to the middle, or if they bring it up, don't let them get it in the middle. On offense, keep on moving the ball well. You have two excellent shooters and two excellent inside players. So I bring you in for defense. Play hard defense and pass well on offense. Come on. Willian Akkermans dus in de ploeg gebracht voor het verdedigende werk. Want Donar moet het spelen verder onmogelijk worden gemaakt in de laatste paar minuten, vindt Jelle Esveld. Tweede. Jeff, you're on Braithwaite. We beginnen weer op de achterlijn met Hein-Gert Triemstra en een aanval voor de Groningers. Duwen en trekken tussen Chambers en Vreeswijk. Maar het spel wordt hervat, hier zijn de twee. Drie punten, nee twee gewoon, maar wel een goede score voor Donar dat verder uitloopt. 72-86. Chambers naar binnen, scoren 74-86, nog 2 minuut 40 op het bord. Kom back. Veit Herbe. Donar neemt zijn tijd, de klok is je vriend, zei Glenn Pinos al. Veit Herbe. Donald Thomas, de dirigent aan Groningse kant, mist, maar de rebound is voor Hein-Gert Triemstra. Vreeswijk en de controle van Donar over de wedstrijd nu. Duivelshof probeerde hem wat al te hardhandig van Veit Herbe af te pakken en krijgt dus de persoonlijke fout tegen. En Veit Herbe mag naar de vrije worplijn. Hier de actie van Duivelshof. Op de klok nog 2 minuut 15.
Veit Herben mag vrije worpen nemen en krijgt dan nog eens een keer balbezit bij de middenlijn na deze fout van Duivelshof. Veit Herben scoort lekker. 74-88. En extra balbezit voor Donar aan de zijlijn. Bij de middenlijn, bij Hengert Triemstra. 74-88. En er moeten gekke dingen gebeuren, wil Donar dit nog weggeven. Veit Herben. Via Duivelshof buiten, maar de scheidsrechter Rolvink geeft hem de andere kant op. Dan een klein handgemeen tussen Smith en Veit Herben. Triemstra naar de kant. Naar de kant, naar de grond. En Rolvink en Veenstra als vredestichters. Dit is Triemstra. Triemstra was vorige week zondag in een soort gelijk gevecht betrokken. En werd er toen evenals Wiert Goudé uitgestuurd. Doe rustig, doe rustig. Zegt Glenn Pinas ook tegen iedereen. Niemand is gebaat bij rommel. Het kostte vorige week Donar niet de wedstrijd dat Triemstra eruit werd gestuurd. Het publiek ging vanaf dat moment massaal achter de thuisclub staan. En daardoor kwam de zege tegen Den Bosch hartstochtelijk tot stand. We hebben nog te spelen. 2 minuten en 3 seconden. Duivelshof. Chambers tegen Snyder van heel ver. Bal omhoog. Rebound voor Akkermans. En de T van Veit Herben. 1 minuut 49 nog. En Pinas brengt Koen Rauhorst terug in de ploeg. En Donald Thomas mag naar de kant. Akkermans voor Weert. Duivelshof loopt zich vrij, krijgt dan de bal van Chambers. Daar is het druk en vol en een rebound voor de Groningers, maar Brian Fern neemt het over. Akkermans scoort dan niet. De bal dus bij Mike Vreeswijk. Seconden steken weg, 1,5 minuut nog, 1 minuut 30 op de klok. En Donar neemt de tijd om de bal rond te spelen. Op deze manier komt de voorsprong niet meer in gevaar. Vreeswijk tegen Brian Fair. Rebound dan van John Smith. En de verre bal op Brian Fair. De Triemstra stapte te laat in de ogen van de scheidsrechter en krijgt dus de P. Op de klok nog 1 minuut 12. Vreeswijk en Snyder mogen ook naar de kant. Dus beëindigt Glenn Pinas met zijn Groningse ploeg het geheel in Nederlandse stijl voor de laatste minuut. Alle Amerikanen naar de kant. Glenn Pinas dan met de scheidsrechter in conclaaf. Maar Glenn Pinas probeert de scheidsrechter dus duidelijk te maken dat hij nog een time-out wilde. Time-out dus voor de Groningers met nog 1 minuut 12 op de klok. Mag ik contact met je? Okay.